lekker gedoucht. Dat was nodig. Voel me als herboren. Flink lopen nadenken onder de douche. Ik heb dus wat langer gedoucht dan gebruikelijk. Om gewoon even goed de boel op een rij te zetten. En dat heeft er vooral mee te maken dat ik telkens weer dezelfde dingen doe. Op het moment dat ik een probleem constateer, ga ik over nadenken en bedenk ik een oplossing. En dat is niet wat ik wil. Ik wil nu het probleem constateren, de vraag bedenken. Wat is mijn probleemvraag? Wat is de vraag die ik wil stellen aan mensen om dit op te lossen? En dan wie kan mij helpen? Vanochtend de vlog van gisteren afgemaakt. Dat was belangrijk te doen. Ik heb een gesprek gehad met Bart. En dat was gaaf om te doen. Bart is de nieuwe partner van Spark. Waar ik online marketing voor doe voor het bedrijf. En we hadden van de week woensdag ook al gesproken. Dus en vanochtend heb ik gehoord wat zijn verhaal is, wat zijn achtergrond is. En dat is een gaaf verhaal. Dus ik heb hem gelijk uitgenodigd voor de podcast. Over 2 weken doe ik een gesprek met hem voor de podcast. Dus dat komt ook helemaal goed. Ik heb de e-mail verstuurd naar de leden van de BOVV voor met de opname van de training van gisterochtend. Dus die mensen kunnen nu ook aan de slag. Nu zometeen een overzicht maken. En dat zal ik je zo laten zien. Van alle acties die ik nog te doen heb. En daar een prioriteit in brengen. Om een beetje overzicht te krijgen wat ik vandaag moet doen, wat ik wil doen, dat is beter. Heb ik eerst een dump gemaakt van alle dingen die ik tijdens de douche heb bedacht. En die op mijn lijstje stonden al. Mijn dagelijkse lijstje, want dat was al te uitgebreid. Heb ik een dump gemaakt in Google Keep. Heel eenvoudig, kun je een checklist maken, een to-do list. Dit overzicht heb ik gemaakt, de eerste acties had ik al gedaan, die zijn al afgecheckt. Maar dit zijn nog veel te veel acties. Nu moet ik nog de tijd aan toevoegen die ik verwacht dat ik dan kwijt ben. Ik heb dan gezet in de prioriteit voor vandaag. En dan overhevelen wat vandaag niet lukt volgens planning. Na morgen op zaterdag. En ik heb 1 voordeel. Vanavond ben ik alleen. Dus ik kan nog een aantal dingen vanavond doen. En om nog even duidelijk te maken wat ik vooral vanavond ga doen en morgen. Is met name werken aan mijn bedrijf. Niet zozeer werken in mijn bedrijf, dus wat ik vandaag af wil maken, dat moet zijn het werken in mijn bedrijf. Vanavond vooral werken aan mijn bedrijf, die probleemvraag uitwerken bijvoorbeeld. Een aantal e-mails versturen die meer gaan over dingen die ik moet oplossen, hoe ik het voor elkaar kan krijgen. En daar de vragen staan die mensen en dat soort dingen. Het is niet werken in mijn bedrijf, maar vooral aan mijn bedrijf. Nu heb ik eindelijk die actie even gemaakt. Ik heb achter elke actie op mijn to-do-lijst voor vandaag. En dat waren veel kleine dingetjes. Heb ik de tijd gezet, hoeveel tijd ik verwacht dat het te kosten. En heb ik ze, in de prioriteit had ik ze al staan, maar ik heb toch nog wat geschoven. Maar ik heb dus de acties die ik dus vandaag nooit meer ga klagen, heb ik verschoven naar morgen, zodat de actielijst voor vandaag overzichtelijk is en dat ik het kan realiseren. Want als dat in mijn hoofd gaat spelen, dat ik het niet kan realiseren, dan ga ik uitwegen bedenken en dan ga ik dit niet doen. Dan krijg ik nog veel minder af dan ik eigenlijk moest doen. Vandaar een actielijst maken die je kunt realiseren, waarvan je denkt, nou dat is haalbaar. De kans dat je het dan werkelijk gaat doen, vele malen groter. Dat geldt voor mij in ieder geval. Voor jou geldt het niet zeker, maar ik geef je mee wat voor mij werkt. Ja, mijn vrouw komt net thuis en zegt, ik ben de kipfilet vergeten. Ga je even? Oké, moet dit maar even doen. Het werk is nog niet klaar. Het is 10:30. Ik ben nu bezig met het bewerken van een video. Ik heb de meeste taken van mijn actielijst wel gedaan vandaag. Niet alles, maar bijna alles. Ik zal het even laten zien. Al deze acties
afgerond vandaag. Eigenlijk het grootste deel vanmiddag. Deze en deze nog open. Dit ga ik nog mee aan de slag zometeen. Dit wordt morgen. De rest is op het lijstje wat ik eerder had afgeschoven, doorgeschoven naar het lijstje van het weekend gekomen. Zaterdag en zondag. Ook daar weer achterschreven hoeveel tijd ik kwijt ben aan verschillende onderdelen. En op een dag als deze heb ik het vrij strak ingepland. Dus de tijden kloppen redelijk ondertussen. Dat merk ik. Maar wat ik dan vergeet te doen is ietsje extra ruimte inplannen. Zodat er iets anders wat gebeurt. Zoals vandaag twee dingen die tussendoor kwamen. Even ouwe met mijn dochter naar de winkel gaan. Daar is dan eigenlijk geen ruimte voor. Dus dan vallen eigenlijk dingen uit daardoor. Beter om af en toe in deze dingen een moment van rust in te plannen, zodat ik dat, zodat ik dat kan missen. Daarnaast heb ik nog veel tijd besteed aan het document met mijn probleemstelling en heb ik verstuurd. Dat heeft ook vrij veel tijd gekost, maar ik ben er wel blij mee met het resultaat. Dus een mooie methode om ervoor te zorgen dat je A, een dump maakt van alles wat je hoofd zit, B, een volgorde krijgt van prioriteit, C, de tijd achter zetten en D, afcheckt wat gedaan is. De enige aanvulling die ik nog wil doen is dus ietsje ruimte af en toe tussen plannen, zodat ik andere dingen die gebeuren, een telefoontje dat je krijgt, ook realiseren. Dat was hem voor vandaag. Ik ben niet helemaal klaar, moet de video natuurlijk nog afmaken. Maar ik zie je morgen weer. Tot morgen. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel dat je al zoveel video's van mij hebt gezien en dat je blijft kijken. Ik waardeer het enorm. Ik vind het fijn dat je erbij bent.